Goedenavond allemaal. Ik heet u van harte welkom in de opgefriste Dr. Gemerijkskamer. Deze permanente tentoonstelling bevat een reeks persoonlijke voorwerpen en foto's geschonken door de kinderen van Dr. Frans Gemerijks, aangevuld met schenkingen van vrienden en bekenden van de dokter. Vandaag zijn we blij en gelukkig en dankbaar dat deze weer kan opengesteld worden voor het publiek. Hierdoor krijgen de bezoekers de kans om de figuur van Dr. Gemerijks beter te leren kennen en zijn werk nog meer te waarderen. Wij hopen zelfs dat zij bij het bezoeken van deze tentoonstelling zouden geraakt worden tot in hun ziel en inspiratie vinden om zich verder in te zetten voor de droom van Dr. Gemerijks. En nu, vrijdag, zaterdag en zondag, hebben wij de nieuwe werelddag voor de Melaatsen, ook in Ninove. U niet vergeten, aan de grootwaardige huizen zult u jonge mensen, maar ook ouderen, die doen ook altijd mee, zien die u stiften zullen verkopen of proberen te verkopen. Een pakje stift kost 6 euro. U weet, wij kunnen met 40 euro één zieke genezen. Wij hebben vorig jaar veel geluk gehad in Ninove, want Ninove is zeer vrijgevig geweest dan. In het totaal konden wij vorig jaar 1546 Melaatsen genezen. Ik wil dan ook al die mensen die vorig jaar zo enthousiast meegedaan hebben, hier oprecht bedanken. Ik zie verschillende medewerkers hier in de zaal. Verder wil ik ook het stadsbestuur bedanken. Zij hebben ons al 49 jaar regelmatig gesteund en geholpen in allerlei omstandigheden en in alle activiteiten die wij gedaan hebben. Ook speciaal dank aan hen. Maar was dokter Frans Gemerijks u een echte innovator? Frans Gemerijks was de oudste zoon van een familie op de Burgtam en die gekend was als kaarsenfabrikant en werkte in een atelier in die tijd dus op de Burgtam. En hij is als oudste zoon dus, heeft hij eerst zijn lagere school gedaan in Ninove, is dan overgegaan voor zijn humaniora te doen in Gerasbergen en dan is hij vandaar dus naar de universiteit naar Leuven voor zijn doctoraat talen en geneeskunde en heeft hij daarachter dan nog zijn verbekwaming gedaan aan het Tropisch Instituut om dus bij machten te zijn dus om de ziektes die in Congo waren, want dat was zijn levensdroom, naar Congo gaan. En daar heeft hij zich speciaal op toegelegd. En daar is hij dan verrast geweest met die oneindig vele Melaatsen, die op die moment in Congo zelf nog niet gekend waren. En per slot van rekening is dat eigenlijk zijn levensdroom geweest. Hij heeft altijd al zinnebeeld genomen, Pater Damiaan. En hij heeft daar zeker en vast, mogen wij zeggen, dat hij daar zijn leven aan toe heeft. We zijn zeer blij dat ze uiteindelijk weer een plaats gekregen heeft zo. Want in het oud stadhuis werd ze dus effectief reeds regelmatig weggeduwd voor andere tentoonstellingen. En wij vinden eigenlijk dat dus Gemerijks iets te tonen heeft, dat er veel te vertellen is over dokter Gemerijks. En de zaken die hier staan zijn zeer belangrijk. Henri weet dat toch beter dan ik eigenlijk zo, want hij geeft veel van die zaken overal helpen plaatsen. Ik wil het zelf even aan Henri vragen. Hè. Henri, u weet wat er hier allemaal staat, vertel een keer. Wel, wij hebben een speciale vitrinekast, waar dat dus aandenkens in opgeslagen zijn
en tentoonstaan van Congo. Dat was zijn eerste termijn dus van in het jaar 29, dat hij in Congo gewerkt heeft, tot in het jaar 53. En dan is hij overgegaan naar Indië, waarover dat er ook dus een vitrinekast samengesteld is met zijn werking in Indië. En dan hebben we nog een algemene kast met al zijn decoraties, waaronder de decoratie dat hij gekregen heeft van koning Leopold III. En dat was ridder in de kroonorde. Die staan hier nu allemaal tentoon. Er zijn weinig Ninoviters, veronderstel ik, die ooit geweten hebben wat dat die mens eigenlijk in werkelijkheid beleefd en volbracht heeft. De tentoonstelling die blijft hier nu permanent staan in het Nieuw Stadhuis op de Centrumlaan 100. Wanneer kunnen de mensen hier terecht ervoor? Dat zal toegankelijk zijn, duren dat het stadhuis open is. Hè. Ja. Dus en iedereen kan er naartoe komen? Kan, het is op de eerste verdieping. Als je boven komt, heb je daar de oude en daar staat een tentoonstelling opgesteld. Hè. Lang leven dokter Hemerijks.